hier in deze richting kan je echt creatief zijn en je eigen ding geven aan de opdracht die je krijgt. Je leerlingen inspireren, dat is de grote uitdaging. Wel technische know-how doorgegeven moet worden. Leerlingen leren tekenen van mensen. En dat vraagt ook een beetje energie en tijd. Om tot die technische know-how over te brengen. En dat is belangrijk. Tot op het punt dat de leerling zichzelf ziet evolueren. Wel, toen wij met deze richting gestart zijn, zijn we eigenlijk overgeschakeld vanuit een traditionele kunstrichting. En wij hebben gemerkt dus het feit dat er in de hedendaagse technische mogelijkheden zodanig veel dingen zaten dat we wilden combineren. Onder andere zat er daarin multimedia, dus het feit is waarin we ons specialiseren. Digital Arts Film and Entertainment is een naam die er gekomen is omdat dat eigenlijk werkelijk omschrijft waarmee dat we bezig zijn. We zijn een toegepaste richting meer. Het is niet pure schilderen, het pure tekenen. Het is een toegepaste richting met de bedoeling meer al die multimedia samen te gaan kunnen gebruiken zodat je in feite alles gaat kunnen combineren. Zowel je tekenen kan je combineren, je 3D kan je combineren, je film kan je combineren. En het is dat die het interessant maakt en ook uniek maakt. De programma's die ik hier gebruik zijn vooral van Adobe Master Collection. Dat is Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effects. Dan gebruik ik ook nog een 3D-programma. Dat is om virtueel werelden te creëren of animatie. Ja, dat wordt vooral bij animatie gebruikt en dat is 3DS Max. Het is vaak zelfs zo, mensen die laat instromen doen dat zeer bewust. En die zijn ook wat rijper en die komen hier echt met het idee, ik wil hier iets doen in deze richting. En dat maakt het ook gemakkelijk omdat die gemotiveerd zijn. Hè. Als je die vraagt om iets extra bij te schaven, dan doen die dat ook heel gemakkelijk. En kunnen die ook de klas goed bijbieden.